Het meest in het oog springende is misschien wel een kabaalmars om het ziekenhuis heen. Personeel is het zat. Betere beloning, zorgen voor goede opleidingen, de werkdruk verlagen en de omstandigheden van het werk te verbeteren. Want we nemen allemaal taken maar over en wij zijn verpleegkundigen, gespecialiseerd. En we doen ons werk goed, maar we komen soms echt vaak in de knoei. Laat niemand zich enige illusie maken. Wij gaan door totdat die cao er ligt. We moeten daaruit komen, we gaan daaruit komen. En als het niet goed schiks is, dan maar kwaad schiks. Heel veel succes. De onderhandelingen zitten muurvast. Er ligt een overeenkomst tussen de werkgevers en één bond, nu 91. Maar de andere bonden vinden die afspraken veel te mager. Gepraat wordt er niet. En daarom dus actie. Nou, je ziet de opkomst, die is groot. En als het moet, als we volgende maand nog niet met elkaar in gesprek gaan, dan doen we het volgende maand weer. Dat is nou eenmaal de consequentie. Dan gaan we net zo lang door totdat we echt weer goed met elkaar in gesprek zijn. En goed met elkaar in gesprek betekent niet dat je je oude inzet nog eens een keer herhaalt, maar dat je gewoon met elkaar aan tafel gaat van hoe komen we eruit. Er is nog geen datum geprikt voor een derde zondagsdienst, maar als de onderhandelingen niet worden opgestart, zal die over ongeveer een maand worden gehouden.